ik had die FM-microfoon en mijn koptelefoon aangesloten op de installatie, dat was de auto. Maar ik had nog extra koptelefoon om te horen wat ik deed. Ja? Stopte ik die microfoon tussen die twee dingen, die schelpen van die koptelefoon, die microfoon, hè? Oh, ja. Dus die pikte dat op, wat er uit ging. Ja, ja. En dan zat ik dus de hele tijd te roepen, telefoonnummer van mijn ouders gewoon te horen. Ja, als je dit hoort, moet je bellen naar... Hij belde nooit een hond. Maar zat ik gewoon uren de radio te maken. Gewoon platen van... En, oh ja, dat was zo mooi. Mijn enige luisteraar was zonder dat ze het wist, mijn moeder. Want dan had ik de keukenradio, had ik zo de radio in de keuken, dan had ik zo afgesteld dat ze naar mij luisterden. Maar, zei je dat? Leuke zender, want ze draaiden allemaal muziek die zij leuk vond, want het waren haar platen die draaiden. En dan hoorde ik daar meezingen. Dat is geweldig. En op een gegeven moment, als ik het zat, toen zei ik, mam, ik heb trek niet tegen of zo. En dan, nou, dan geeft ze geen reden, dan ze heen kijken waarschijnlijk. En dan, ben jij weer bezig? Maar ik dacht dat ik dus echt waanzinnig veel luisteraars had. En ik zei, je kan schrijven.